Ook op de markt in Panningen is het coronavirus het gesprek van de dag. Er was ook de woensdag beduidend minder mensen de weekmarkt in Panningen. De meeste brandjes draaien nog prima. Maar je kunt je voorstellen in bepaalde brandjes waar mensen dan iets moeten passen of op moeten meten of iets anders, dat gewoon wat minder wordt. Ik hoop alleen dat de winkels open blijven, want het sociale leven moet ook een beetje doorgaan voor de mensen. Restaurants, horeca zijn al gesloten? Ja, ze zijn gesloten. Ze zijn wel creatiever geworden met afhalen. En dat merk je ook bijvoorbeeld bij Bakkerbar, het broodje afhalen, buiten eten en je mag dus niet meer binnen eten. En ze zijn er diverse horecagelegenheden die nu bezig zijn om heel creatieve oplossingen te bedenken. Op de markt waren speciale units geplaatst voor de bezoekers om hun handen te wassen. Toen ik las dat dat horeca dichtging, de marktkooplui zijn gewend om naar de horeca en naar het toilet te gaan, handen te wassen. Ja, ik denk, dan moeten we wel iets oplossen. En ik sta er verbaasd van hoeveel klanten dat hier langskomen. Zeggen, oh, dat is handig, bedankt. En ja, er wordt toch gebruik van gemaakt. En ik denk dat we met z'n allen hier doorheen moeten en elkaar daar zoveel mogelijk in moeten steunen. U was extra veel uw handen vandaag? Nou, dat deden wij sowieso al. Maar het is wel heel fijn dat ze deze mogelijkheid hebben voor ons. Wat merkt u van de coronacrisis en de marktbezoeken hier? Onrust. Iedereen heeft het erover. Dus er is echt onrust. En begrijpelijk. Erg is het. Ik vind het alleen belachelijk dat de frituren, de Chinezen, geen afvalloket mogen openen. Terwijl de coffeeshops dat wel mogen. Ik vind het een idiote maatregel. Want als je in de rij staat voor die coffeeshop, ben je net zo besmettelijk als dat je binnen gaat. Eén lijn vindt u? Ik vind dat ze één lijn moeten trekken. Ja. Nou, ik had een andere afspraak en ik had geen kaarten meer om iemand te feliciteren met een verjaardag. Dus ik dacht, dan neem ik je nou tevens mee even mee. En dan gaan we nu weer naar huis toe. En dan gaan we dan onze handen wassen. Veel binnen zitten? Nou, ik heb het geluk dat ik wel een beetje tuin heb waar ik woon. Dus ik ben met dit mooie zonnige weer ben ik toch wel buiten te vinden. Dank u wel. Dus, succes. Dank u. Maakt u zich zorgen? Nou, eigenlijk niet. Je kunt je natuurlijk overal drukken maken. Gewoon een beetje de regels in acht houden en dan komt het goed, denk ik. Ja, u steunt wel de lokale middenstand en de oproep om vooral bloemen te kopen. Ja, dat bedoel ik. Ja, zijn we druk mee bezig, hè. Wat vindt u ervan? U bent wel vandaag hier op de markt. Ja, eigenlijk dubbel, hè. Als we eens kijken naar de maatregelen die we moeten nemen, is dat eigenlijk wel heel raar. Dat ze zo min mogelijk contact moesten hebben en er wel meer is. Maar goed, van de andere kant denk ik, life goes on. Dus. Wat merk je er zelf van? Nou, we hebben zelf een eigen zaak, dus we merken er wel heel veel van. Ja. Dus we hebben een yogaschool en ik ben ZZP'er in de zorg. Dus dat zien toch wel een heel veel inkomsten die we nu missen. Ja. Ja. Wat ik ervan merk, is dat wij met z'n allen toch positief zijn en hier staan voor de mensen in de buitenlucht. Ik denk dat het beste is wat iedereen kan overkomen. Beter als binnen in die kassa staan en allemaal dicht op elkaar. We hebben echt prut weer gehad vanaf januari. En nu heb je prachtig mooi weer en dan krijg je dit over je heen. Dus ja, ik zou er ook uit willen. Drukke tijden ook voor jullie? Nu nog niet, valt mee. Maar waarschijnlijk zal het wel komen. Ja, wat vind jij van de kille crisis? Ja, moet ik ervan zeggen. Nu niet. Had je je zorgen? Mooi, niet echt. En ik hoop dat het inderdaad maar tot half april gaat duren. Maar niet dat we tot september, oktober daar nog mee te maken krijgen. Want dan wordt het veel en veel erger voor de Nederlandse bevolking. Dus de stemming is niet verkeerd. De mensen die er zijn en die zeggen van ja, ik wil toch even het huis uit en zo. Maar het is natuurlijk duidelijk minder. En op zich is dat maar goed ook. Want we willen natuurlijk niet massaal allemaal op een hoopje lopen. En als iedereen zich goed aan de regels houdt, komen we met z'n allen misschien heel goed doorheen. Het centrummanagement in Panningen roept inwoners op om de lokale middenstand te steunen en daar boodschappen te doen. Probeer nou eens even niet aan dat online te denken, maar koop nu juist nu bij de plaatselijke ondernemers, want die hebben het hard nodig. En als ze er niet meer zijn, dan hebben we een heel groot gemis. Het centrum gaat met ondernemers die onlangs gestart zijn in gesprek om te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden. Ook voor ondernemers die pas gestart zijn en die het nu een beetje moeilijk hebben, kunnen ze bij ons melden. En dan gaan we samen met de gemeente kijken hoe we daar even doorheen rollen. Nou, we hebben de maatregelen gisteren gehoord. Nou, ik stond echt van te kijken hoeveel dat er gedaan wordt al. We moeten een beetje geduld hebben. Maar
Ik denk gewoon dat wij na deze periode, na deze crisis, er allemaal beter uitkomen. Hè? Beter contact met elkaar, we hebben beter respect voor bepaalde dingen allemaal. Ik denk dat dat voor Nederland heel goed is.